Allereerst, we waren weer uitverkocht. We hebben goed gedaan. Ja, dat heb ik goed gedaan. Daar was ik heel trots op. In 2018 hebben verschillende mensen wel gemerkt dat we op een gegeven moment om 10:15, 11:30 was het stil. En dachten mensen dat er nog iets kwam, was het afgelopen. We hebben ook heel veel vragen gehad. Wat was er aan de hand? We hadden een eindshow. In 2018 hadden we een hele eindshow geprogrammeerd met licht, geluid, vuurwerk. Alle artiesten zouden komen. En we stonden in de front of house. En Tim stond op het podium achter de techniek. En ik gaf de cues voor de eindshow. En we moesten beginnen en we hadden een technische storing. Het deed het niet. Het deed het niet. En toen hebben we 5 minuten geprobeerd het aan de praat te krijgen. Maar dat ging niet. En toen hadden we geen andere optie dan... Toen was de tijd om van de vergunning. Ja. En dan kan je niet meer doorgaan. Toen heb ik een portofoon kapot gegooid. Ik heb staan huilen op de schouder van Roy. Die staat nu achter de camera. 2018, de 4e editie alweer. Ik was wederom hoofdentree. En ik stond daar aan het begin en ik keek rechts en ik zeg over mijn oortje, Guy, waar is mijn personeel? Want het staat best wel een lange rij. Wat gaan we nu doen? En toen hadden we de pianobar hadden we op het podium. Ja. Om een bar te creëren als kroeg sfeer voor de artiesten. En dan speelde de pianist speelde zijn nummers, ja. Kroegmedley. En een meisje stond bier te tappen en uit te delen aan het publiek. Ja, en de zanger stond op die bar te springen. En ik dacht alleen maar, dat ding gaat zo meteen in elkaar storten. 4e editie Oranje Koorts. We hebben er het vriendenterras aan toegevoegd. Dat was een knallend succes. Helemaal uitverkocht. Wat ik wel leuk vind om te vertellen daaraan, is dat dat hele podium echt een upgrade heb gehad. Want we hadden een soort extra catwalk voor het podium gemaakt. Met een bankje en een zitje. Heb ik nog Piet Weerbericht opgenomen. En we hebben in 2018 ervoor gekozen om niet meer blokjes van een uur aan DJ's neer te zetten. Omdat we heel erg merkten dat de bezoeker raakte soms een beetje verveeld als er gewoon een uur een DJ aan het draaien was. Dus we hebben besloten het hele programma om te gooien. En heel veel afwisseling erin toe te voegen. Feestacts, de huisbandje welste, DJ's tussendoor. Maar een razendsnel programma. En dat was echt lekker.